Auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg. Leiding wordt genomen door Ruud Pols, die het snelste begint. Ruud Pols zit achter Kronos du Linde en die gaat als eerste de bocht in. Kronos du Linde, aan de buitenkant is een deelnemer al voorbij en dat is Ermes Attou. Ermes Attou doet een beetje hetzelfde als wat we de eerste keer van hem zagen in Nederland. Die pakt een grote voorsprong. Uitgeschakeld, nummer 1 galop. Galopwaard in de eerste bocht van Cardans de Cassis. Paarden komen de rechterlijn voor de tribune in. En daar leidt Ermes Attou. Twee ronden te gaan straks nog. Ermes Attou, daarachter Kronos du Linde. Derde plaats daarachter is dan voor het nummer 5. Dat is een van de drie requesten. Nee, nummer 6. Een van de drie requesten paarden. Comete Baffin. Daarachter volgt dan op 1,5-2 lengte Katjama. Dan valt er een gaatje naar Black de Morin. Achter Black de Morin, Cardans de Cassis. Die in zijn eigen tempo naar voren begint te lopen. Daarachter aan de relingzijde volgt Camisa. En laatste is dan Katjama. Nee, Kazimaka. Heel veel K's, CA's in deze koers. Kazimaka is de laatste op dit moment. En zo gaan de deelnemers de volgende rechte lijn weer in. Rechte lijn overzijde met Ermes Attou aan de leiding. Ermes Attou, lengtevoorsprong heeft hij. Kronos de Lude ligt tweede. Derde plaats Comete Baffin. Daarachter op plaats 3 begint hij ook aan te sluiten bij de kopgroep Katjama. Black de Morin begint het gaatje ook dicht te lopen. Cardans de Cassis aan de buitenkant. Daarachter Camisa en daarachter is het Kazimaka. Linkerbocht wordt ingedraaid en Wester heeft inmiddels de deelnemers vlak achter zich. Voorsprong was in het begin wat groter, een ronde terug, maar nu is de voorsprong er niet gedaan. Ze liggen allemaal achter elkaar en Ermes Attou leidt. Ermes Attou, tweede plaats Kronos de Lude, die uitstekend door de bochten gaat. Normaal meer een paard voor rechts. Uitgeschakeld, nummer 7 galop. 7 eruit, dat is Camisa en zo zijn de deelnemers weer in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog 1 ronde te gaan en Ermes Attou leidt. Ermes Attou, daarachter Kronos de Lude, daarachter Comete Baffin. Daarachter gaat al een half spoortje naar buiten Katjama. Aan de buitenkant komt Cardans de Cassis, dus Katjama zal straks misschien ook wel gaan. Daarachter Black de Morin en daarachter gaat Kazimaka naar het tweede spoor. Ze zijn de paarden inmiddels 900 meter van huis. Ze gaan de runnersbocht nu in en de leiding is in handen van Ermes Attou. Ermes Attou houdt een constant hoog tempo. Kronos de Lude maakt zich nu wel wat schever in de bocht, maar kan makkelijk bijblijven. Daarachter gaat Comete Baffin nu naar het tweede spoor. Daarachter gaat ook Katjama naar het tweede spoor en een galopade van Cardans de Cassis. Cardans de Cassis springt weg en zo zijn de paarden uitgeschakeld. Nummer 5 galop. Voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En Comete de Baffin aan de buitenzijde komt dichterbij. Comete Baffin gaat naar plaats 2. Ebbingen heeft hem ook al gezien. En die kent Comete Baffin als geen ander. Daar heeft hij zelf alles mee gereden en gewonnen. En zo gaan ze de laatste bocht in. Ermes Attou gaat nu weer wat voorsprong pakken. Kronos de Lude op plaats 2. Comete Baffin heeft wat moeite met die bocht, valt ietsje terug. Daarachter Katjama en Black de Morin gaat binnendoor naar voren. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Met een iets groeiende voorsprong nu voor Ermes Attou. Ermes Attou heeft 1,5-2 meter voorsprong. Uitgeschakeld, nummer 4 galop. Komen de laatste rechte lijn in. Ermes Attou leidt nog altijd, maar nu komen ze wel dichterbij. Aan de buitenzijde komt Comete Baffin, daartussendoor Kronos de Lude. Kronos de Lude in het midden van de baan. Ermes Attou aan de relingzijde is geklopt. Daar komt aan de buitenzijde Comete Baffin. Maar Pols in het midden van de baan. Wat timed hij dat mooi? Of net niet? Net niet. Want Comete Baffin wint. Kronos de Lude is tweede. Derde aan de buitenzijde. Misschien nog Katjama. Vierde plaats is dan voor...